mede mogelijk gemaakt door Fixit Doe Het Zelf Zaken. Ja, we zitten eigenlijk te wachten op Piet nog steeds. Ik zie al een paar dames heel zenuwachtig kijken. Ja. Nou, volgens mij gaat de bel. Vanavond wordt er een feestje gebouwd door studenten van de Studentenradio in Breda. Ra, wat voor feestje hebben jullie? Ja, dat klopt. Vanavond viert S-Live Radio de Crash Awards voor het programma Gutje Gutje S-Live Crash Hutje. Wat is dat? Dat is we hebben de afgelopen weken een studentenprogramma opgenomen waarin we studentenhuizen zijn gaan overvallen met onder andere een hele hoop bier. En we zijn studenten aan de tand gaan voelen aan verschillende opdrachten. Aan bijvoorbeeld hoeveel studenten passen er in een douchecabine. En hoeveel waren dat er? Ik geloof dat we ongeveer op een gemiddelde kwamen van een stuk of 15. Dus. Zo! Moet je wel een grote douchecabine hebben. Nou, een vierkante meter is genoeg. Ja, okay. En wie heeft gewonnen? Wie krijgt de award? Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik kijk eventjes naar de jury. En na de telling werd het toch Huizen Christiaan. Nou, in ieder geval Huizen Christiaan, van harte gefeliciteerd. Weet je wat wij gaan doen? Wat gaan we doen? We gaan naar binnen en we gaan ook het weer meenemen. Ga je mee? Oh ja. Eerst het weer voor vannacht natuurlijk nog. Wel, de temperaturen liggen zo tussen de 3 en de 5 graden. Verder hebben we veel bewolking. Af en toe regen, lichte regen. Het weer krijgt geleidelijk aan een buiig karakter, met name in het noorden van het land. En een krachtige wind langs de kust. We gaan op naar morgen en we gaan op naar de radiostudio. Het wordt een dag met zon in het noorden. Nou ja, niet al te veel, maar toch komt die zon daar tevoorschijn. Elders veel bewolking, regen, lichte regen, een paar buien. Het noorden en het noordoosten lijken het droog te kunnen houden. En dan die temperaturen. Ze komen iets hoger te liggen tussen de 10 en de 12 graden. De wind sterk langs de kust, krachtig komend uit west tot zuidwest. Wat doe jij? Ik ben een promotiefilm aan het maken voor S-Live. Nou, heel veel succes. En wij gaan gewoon door. Oké, en eindelijk is je er. We gaan over naar Piet. Ja, en die gaat het hebben over het weer voor zaterdag. Het wordt wat een ruige dag, hoor. Allereerst de buien, met kans op onweer en soms ook flinke windstoten. Verder de zon er af en toe bij. De temperaturen tussen de 9 en de 11 graden. Nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. In de avond en nacht blijven die buien nog even. En er komt een harde tot stormachtige wind te staan aan de kust. En die komt dan uit het zuidwesten tot westen. Ra, nu mag jij. Ja, Piet, het ziet er niet zo mooi uit de aankomende dagen. Want hoewel zondag nog een vrij mooie dag wordt met een graadje of 10 en hier en daar nog wat zon, wordt het vanaf maandag toch echt heel slecht weer. Met onweer, hagel en zelfs wat sneeuw. En ja, zelfs de buien gaan dinsdag nog doorzetten. Dus ik zie het niet echt zitten de aankomende week. Maar dan nu het spitsweer, Piet. Ja, en jullie? Hey! En het spitsweer voor morgen brengt toch wel regen en lichte regen, daardoor matig zicht. Het noorden en noordoosten houden het droog. Voor de avondspits eigenlijk hetzelfde verhaal met enkele buien. En natuurlijk nog de felicitaties ook van ons aan het studentenhuis. Welk is dat? Huizen Christiaan. Maken jullie volgend jaar weer zo'n programma? Absoluut. Kom ik ook weer? Prima. Ja, en wat ons betreft vanuit Breda, ik kan alleen maar zeggen houdoe. En jullie? Houdoe! Tot morgen!